Het nieuws op 1 Twente van maandag 17 juni. Autobrand Enschede waarschijnlijk aangestoken. En Neo terug in de tweede klasse. Goedenavond. De politie is vannacht met meerdere wagens en een arrestatieteam uitgerukt naar Almelo de Riet. Dit na een melding dat zich in een woning aan de Rietstraat een persoon met een vuurwapen zou bevinden. De bewoner werd uiteindelijk een paar straten verderop aangetroffen in een woning aan de Hulststraat. Het wapen waarover de melding binnenkwam bleek nep. En er werden nog meer nep vuurwapens aangetroffen. Die zijn in beslag genomen. De man is niet aangehouden. Een autobrand in Enschede vannacht is waarschijnlijk aangestoken. De auto stond geparkeerd aan de Meeuwenstraat in de wijk Meckelholt. Het voertuig liep flinke schade op. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden. Neo promoveert naar de tweede klasse. In de allesbeslissende wedstrijd tegen Overwetering gisteren kopte aanvoerder Robin Oudekamphuis de ploeg uit Borne naar de winnende 2-1. En daarmee keert Neo voor het eerst sinds 2008 weer terug in de tweede klasse. Ja, heerlijk. Hier hebben we zo nagesnakt als team. Ja. En dan nu derde jaar op rij, zeg maar, dat dan eindelijk keer lukt. Ja, we hadden eigenlijk eerst zelf had je het al moeten afmaken. We hebben genoeg kansen gehad. Nou ja, dan weet je dat op laatst, als je dan één goal voor staat, dat zij extra mannetje voorin gooien. En dat dan nog spannend wordt, ja. Maar zo spannend vond ik het ook nog weer niet, want we hadden het aardig onder controle. En hoe gaan jullie het vieren? We gaan denk ik een paar biertjes doen en dan lekker naar Bonn. En vanavond een bruintje met elkaar, denk ik. Maak een mooi feestje van. De nieuwe fietsbrug aan de Regioweg in Enschede ligt op zijn plek. Zaterdagochtend vroeg werd het gevaten door een hijskraan op zijn plek gezet. En dat gebeurde met uiterste precisie. De fietsbrug wordt de komende maanden afgewerkt. De bedoeling is dat begin oktober fietsers over de brug heen kunnen. De SP in Enschede wil dat woningcorporaties weer met urgentieverklaringen gaan werken. De partij dient daar vanavond een motie voor in. Tot een paar jaar geleden konden inwoners onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen op een huurwoning. Ze hoefden dan niet te wachten tot ze via het lotingssysteem in aanmerking kwamen voor een huurhuis. Nu wordt alleen nog voorrang verleend in uitzonderlijke situaties. Dat zijn kritieke zorgsituaties, calamiteiten en tot voor kort bij een groep statushouders. Maar volgens de SP zijn er ook andere schrijnende situaties die voorrang moeten krijgen. Zoals bewoners die vanwege relatieproblemen of fysieke beperkingen niet langer in hun huis kunnen blijven wonen. 1 Twente is uitgeroepen tot beste lokale omroep van het jaar. Vrijdagavond werden in Beeld en Geluid in Hilversum de lokale Media Awards uitgereikt. De prijs is voor 1 Twente als streekomroep, het samenwerkingsverband van de 5 lokale omroepen in Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Haaksbergen. De winnaar, de omroep van het jaar 2019. Deze omroep blinkt uit op het gebied van journalistiek. Ze kwam op met maatschappelijk relevante thema's en originele invalshoeken. Ze hebben ook voor innovatie, nieuwe platforms, creatieve content. Ze snappen hoe de moderne media werkt. Kortom, deze omroep maakt pure reclame voor de sector en dat doen ze zeer overtuigend. De omroep van het jaar 2019 is... 1 Twente! Ja, fantastisch. Fantastisch natuurlijk. Dat dit gewoon een bekroning is op een meer dan een jaar lang hard werken met ons team is geweldig. Echt geweldig, ja. En nu feesten? Absoluut, natuurlijk. Met het hele team, die heeft het ook echt even verdiend. Met z'n allen hebben we dit gewoon voor elkaar gekregen. Dus complimenten ook aan het team. Fantastisch, echt. Ik vind dat we het hele jaar en ook de afgelopen jaren geweldig hebben gewerkt. Zeker onder de moeilijke omstandigheden waar we in zitten. En dus vond ik zeker wel dat we deze prijs ook verdienden. Alleen durf je daar dan niet heel veel verwachting op te hebben. Omdat het ook
altijd politiek is, prijzen. Dus het werd ook al wel gezegd, je moet appels en peren vergelijken. Maar als dan uiteindelijk wordt uitgesproken, de eerste keer dat we al die innovatie winnen, dat vond ik eigenlijk al een hele belangrijke prijs, omdat het aangeeft dat we echt op een hele andere manier innovatie in de branche aan het brengen zijn, wat heel erg nodig is. En dat we ons daar heel erg in onderscheiden. En als je dan dat ook nog een keer terug hoort, ook bij de uitreiking van de omroep van het jaar, dan krijg ik het nu alweer moeilijk, dan word ik daar emotioneel van. Nou ja, ik denk dat het heel erg bevestigt dat waar we mee bezig zijn, dat we daar op de goede weg zijn en dat we dat moeten blijven doen. En ik hoop dat het gelijk een heel erg nadrukkelijke oproep is aan alle partijen die er ook bij betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat we dit kunnen blijven doen. Want die lokale journalistiek is belangrijk en wij van 1Twente laten zien dat het op een andere manier kan en dat het ook in de toekomst nog kan. En daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. En wij hebben dat in ieder geval het afgelopen jaar heel erg hard gedaan. De omroep won ook een award in de categorie innovatie met het politieke project Ik teken voor 80. Een samenwerking met Tubantia en de gemeente met als doel een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dan kijken we nog even naar het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Vannacht ligt de temperatuur op zo'n 18 graden. Morgen wederom een warme dag met 27 graden. En woensdag de warmste dag van de week. Dan kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Maar dat gaat ook gepaard met buien. Vanaf de middag is er kans op regen en ook onweer. In de dagen daarna is het wat koeler en blijft er kans op regen. En tot zover deze nieuwsuitzending. Nu op 1Twente, jij in de wijk. Een fijne avond.